Filmdocent Ellie van het NSG Groenewoud in Nijmegen is uitgeroepen tot beste filmdocent van de regio Oost. Dit is nog maar een tussenprijs, want op het internationale filmfestival in Rotterdam wordt binnenkort bekendgemaakt wie zich de beste filmdocent van Nederland mag noemen. En met deze prijs denkt Ellie ook mee naar deze titel. Als het aan de leerlingen ligt, is de strijd al lang gestreden. Ik heb nog even zitten twijfelen of ik überhaupt wel, want je moest van alles aanleveren en het moest op een vrije dag. En ik denk, ja, is het nou zo leuk? Toen heb ik het gelukkig gedaan en toen ik gewonnen had, dacht ik, ja, dat is wel heel leuk. Want het brengt van alles met zich mee en dat is ook goed voor de school. Hoewel kinderen nu opgroeien met bewegende beelden en film, is het nog geen standaardvak op school. Tegenwoordig wordt iedereen opgevoed met film. Bij mij was dat niet zo, maar hoe oud zij zijn, zijn zij opgegroeid met film. En eigenlijk hebben ze geen idee wat film doet. En ze leren hier een beetje van wat film doet. Allemaal verschillende technieken die allemaal verschillende dingen bij je opwekken. En hoe ze dat zelf kunnen inzetten. En juist doordat ze het zelf inzetten, leren ze nog beter ja, hoe het werkt. Zeg maar. Hoe ze eigenlijk ook gemanipuleerd worden door film. Een van de fijne dingen van film is dat heel veel leerlingen hun ei erin kwijt kunnen. Want ik geef ook theater en in theater zijn toch sommige leerlingen die hebben gewoon echt niks met theater, zoals ik niks met sport heb. Maar in film kunnen veel leerlingen toch hun ei kwijt. En wat leren jullie allemaal in de lessen? Ja, veel. Hoe je shots gaat schrijven, hoe je een camera perspectief moet houden. Ja, dat soort dingetjes. Inderdaad, hij zegt perspectief, kamerbewegingen, echt alles leert. We maken een soort van film en die stuur je uiteindelijk, die wordt uiteindelijk opgestuurd. En dan gaan juryleden gaan dat dan beoordelen. En het is best wel een raar idee dat andere mensen uiteindelijk misschien ook je film wel gaan zien. En hoe ben jij als docent? Hoe ben ik als docent? Ja, dan moet je eigenlijk een leerling vragen. Ja, ik vind het heel goed, want ze geven ons ook heel veel vrije tijd als we eenmaal mogen filmen. En dan vind ik dat ze goed doet. Want als pubers heb je wel veel vrije tijd nodig. Dus, ja. Je bent gewoon helemaal vrij in de lessen. Soms moet je inderdaad ergens op letten of zo, maar dan is het ook niet heel erg of zo. Dus je mag gewoon echt jezelf zijn in deze klas en ook vooral met deze docent. Ja, ik vind ze erg goed. Ze is heel serieus. Ze pakt goed aan, ze helpt kinderen goed, ze maakt er tijd voor. En het is gewoon wel tegen een grapje, maar ze kan ook gewoon heel serieus zijn. Dus dat is wel heel fijn. En ik gun het haar ook. Dus.